En daar is VVV met een applausje voorzichtig achter me. Dat ze er wel wat bestuursleden zijn die er mogen zijn. Zeer benieuwd natuurlijk naar Zinedine Zizou Mashash. Gehuurd van Napoli. Je ziet de opstelling van VVV onder in beeld. Waar Schmitz er weer bij is. Dekker nu rechtsback. Pagonik is geschorst. Net als Jansen natuurlijk. Mashash speelt voor Post. Die wel op de bank zit. En voorin John Jakomakis en Hupperts. Opstelling van Hans de Koning. En bij ADO niks gewijzigd ten opzichte van de ploeg. Die verloor bij Feyenoord. 0 uit 3 is de pijnlijke tussenstand voor ADO. En wat helemaal vervelend voor ADO is, is het programma. Hierna namelijk, na die interlandbreek, wachten Vitesse, AZ en PSV. Het wordt dus ook niet makkelijker voor ADO. En met 0 uit 4 die interlandbreek ingaan en het programma dat dan wacht, dat zou alles behalve ideaal zijn. Het is een belangrijke wedstrijd voor de ploeg van Rankovic dus. Daar het affluiten voor het begin van de wedstrijd door Nijhuis. Eerst de lange bal richting Arweiler. Lukte Jakomakis net niet om de bal bij een ploeggenoot te krijgen. Hier Bijen, hij het centrum weer vormend met Pinas. Goed aangenomen door Arweiler. Meteen ook lekker richting het doel gedraaid. Levert de eerste schietkans op. En dat levert weer de eerste corner op voor ADO. Goeie actie van Jonas Arweiler, gehuurd van Utrecht. Uitdraaiende hoekschop. Levert de kopkansje op. En er zit natuurlijk nog iemand van VVV ook aan. Gaan we weer. Het heeft toch zeker een minuut geduurd voordat de eerste discussie daar is over een handsbal. Bij Ajax-RKC moest hij naar de kant, was hij daar zeker niet blij mee. Maar nu ja, is hij uiteraard wel blij dat de VAR er is, want dit is een strafschop. En het is gewoon een domme actie van Kelmi die daar zo inkomt met die hand hoog. Pinas versus Kiersbaum en hij schiet hem er weer in. ADO leidt en de nieuwe strafschoppenspecialist en ook de clubtopscorer van ADO met deze treffer. Vorig seizoen scoorde hij 1 keer, Pinas. Dat was tegen VVV. Nou, dit is dus zijn tweede al van dit seizoen. Wel weer VVV de tegenstander, maar hij is aardig begonnen. In ieder geval dus een zekerheidje aan het worden vanaf 11 meter. Jakomakis voor het doel. Daar is ook Hupperts. Jakomakis, nou tuurlijk 1-1. Hoppakee, we zijn begonnen in Venlo. 4 minuten bezig. 1-1. De voorzet wordt aangeraakt. Komt bij Jakomakis en die denkt, nou dat doe ik het toch lekker zo. Dat is nummer 4 van het seizoen na zijn hat-trick in Emmen. Zijn eerste in de koel. Hupperts. 1-1 met Faaien. Ja, die wint dat al vrij snel. Lindhorst. Schmitz komt buitenom. John trekt naar binnen. John schiet. En dat scheelt niet eens zo gek veel. Jakomakis met Pinas. Jakomakis nog steeds daar. Gevaarlijk en dreigend. Ja! Het is toch vrij apart. We staan er op een gegeven moment 2 van ADO omheen. Maar het blijft een lastige spits. In een duel dat hij eigenlijk al 2 keer lijkt te hebben verloren. Hier is hij de bal helemaal kwijt. Dan hier, hoppakee. Toch weer. Ja, toch. Nog een keer. Dan krijgt hij bijna nog aardig voor het doel ook. Dekker. Worstelt zich er langs. Nog steeds Dekker. Schot ineens van Van Krooi. Schmitz. John. Mashash. Jakomakis ging de 1-2 aan met Mashash, maar zo snel kon die niet doorlopen. Bezuijen.
valt twee keer en gaat ook twee keer gewoon weer door. Dat is drie die voorbij gaat. Weer het voordeel door Nijhuis gegeven. Bezuijen, dan ook maar zelf schieten. Ja, dat snap ik wel. Het is niet eens zo'n gekke poging. Bijen. Op avontuur. Bijen. Verrassend. Arweiler. Ja, Arweiler. Oeh, moet dan nu terug. Dat is Čatić en dat is Kirschbaum die redt. Goed gedaan door ADO. En dat komt doordat iemand eens een keer iets anders doet dan je verwacht. Namelijk Bijen die eens inschuift. In plaats van de bal alleen maar rond te spelen. Arweiler, niet zelfzuchtig. Legt hem aardig klaar hoor voor Čatić. De Boer. Schot. Kirschbaum. Die heeft last. Kirschbaum niet geheel ongeschonden daaruit gekomen. Eerste wissel noodgedwongen. Kirschbaum er vanaf. En Delano van Crooy voor zijn eerste wedstrijd sinds 15 mei 2019 in de Eredivisie. Ik denk dus dat er niemand op links staat. Van Ewijk. Goed gedaan door Rigo. Wist dat het ineens moest. Omdat er twee spelers van VVV bij me in de buurt waren. Bijen denkt, nou, de vorige keer dat ik inschoof gebeurde er wat. Nu maar weer. En weer gebeurt er iets. Alleen kan Boeraar hem binnenhouden. Ja, dat lukt. Dan moet Faye met de voorzet komen. Arweiler schampt. En dat is niet voldoende. Nog één werk dus voor Van Crooy. Boeraar. Čatić. Čatić legt hem terug en hij valt voor Boeraar. Pinas. Jakomakis jaagt maar eens door. Kopmans wil daar niet op wachten. John. Geen gekke voorzet. Nee, dit is prima gedaan door VVV. Van Ewijk. Dat is een aardige versnelling van Ewijk. Dit is kansrijk. Nu het overzicht. Leg hem klaar voor Bezuijen. En dan is het toch teleurstellend. Maar hey, een goede aanval. We doen het ermee. Prima actie van Ewijk. Waarbij iedereen hem eigenlijk maar laat lopen. Ook Schmitz denkt, nou, dat doet Swinkels wel, dat lukt niet. Lukt niet helemaal lekker voor Bezuijen om uit te halen. Wissel dan bij ADO. Jonas wordt geroepen, die gaat er aan de andere kant uit. En Kramer komt voor hem. Verse spits dus bij ADO. Bastiaans. Ja, Lindhorst. John. Bastiaans draait, loopt zich vast. Čatić, iets te veel tijd nodig. Oh, Van Crooy, ja dat kan nog omdat Koopmans twijfelt. Koopmans aarzelde heel even en Van Crooy niet, die sprint erdoor. Čatić, Bezuijen, Faye, Emkies. Misschien maar eens schieten. En daar komt het debuut van David Filip. Van Werder Bremen bij ADO. Hij komt voor Čatić.
20 jaar. En? Hens. Hens. Frustratie bij VVV. Die denken aan een penalty. Voor Giacomakis. Daar, het is bovenop de schouder. Ja. Arias. Kom. Giacomakis kiest steeds positie bij Pinas. Hij heeft dat denk ik gewoon goed gezien. En Giacomakis jaagt hem over. Daar is opeens de kans en daar is het doelpunt. ADO wint hem nog. Ongelooflijk. En het is de debutant Philippe die je maakt. In een wedstrijd die echt geen winnaar verdient, krijgt er wel eentje. En VVV, dat ook niks heeft gedaan, verliest hem nog. Ongelooflijk. ADO wint op zeer, zeer miraculeuze wijze. In de slotseconde bij VVV. Ongelooflijk.